Buslijnen glazen, geluid de kroeg. Hegere sferen, ze had het net droeg. Mij zwieren stem van geile giet, bestelt ze haar bierke onnebaar. Ze vrijge tijd, was daar kiep, en dan maken ze dien kaai. Krijg goede 40, de keel heet benij. Doodtast in libben, oer en als die lul heeft de nij. Zij is dien zeemermin, ik ben dien wettere heks. Jammer dat haar soort u droeg het. En mijn vuur brand bleef vergoeien. Zij wie op oorlogspaard, haar cirkel is roen. Mij klap je het lid, haar storie zee meer mee voen. In de sfeer van haar wulpsgeweld, hier nu dagen je bij telt. Ik lid die los, ik lid die ging op deze groen. Ik heb mijn leven niet besteed. Zij wie op oorlogspaard, haar cirkel is roen. Mij klap je het lid, haar stonie, zee neem ik voen. In de sfeer van haar wulpsgeweld, hier is dagen je bij telt. Ik lid die los, ik lid die geen op deze groen. Ik heb mijn leven niet besteed. Zit maar net om mijn leven in, mijn ambitieus lezen heger. Als een peer in de lippen op een glas wien, die street die waard steeds vreger. Dat volk net onlid dat, maar zitten deze vrouw ken ik mij net om hier. Ik lid die los, ik lid die geen. Op deze kroeg, kom in, leef de nebesteen. Dankjewel, tot Mink. Mink en Ilko. Nou, we gaan weer los. We gaan weer voor de volgende ronde. Komt heel veel op deze kleine gemeente af, zoals op alle gemeentes heel veel afkomt, wat betreft de zorg die naar de gemeentes gaat. De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan deze partijen, als ze aan de macht komen, dat goed regelen? Hein Kuiken, Partij van de Arbeid. Ja, nou, daar hebben wij wel een idee bij, zeker, want het is een van onze topprioriteiten. Er komt straks zorg op de gemeentes af. Dat is een gigantische taak voor de gemeentes. Ik maak me ook wel een klein beetje zorgen over het tempo en over het budget wat de gemeentes daarvoor krijgen. Maar ik ben het wel eens met de inhoudelijke benadering die het kabinet kiest. En dat is dat we de zorg dichter op de mensen organiseren. Dat betekent dat we als gemeente... Met minder geld? Ja, zeker. Maar dat moet ook kunnen. Het moet ook efficiënter kunnen. Oh, en hoe dan, volgens jou? Nou, wat mij betreft halen we die zorg, die halen we weg bij de markt en bij de managers. En die brengen we weer terug bij de patiënt en de professional. Dat klinkt dichter. Heel mooi, meneer Kuiken. Daar zitten echt kansen in. Als je kijkt nu hoe het nu georganiseerd is, dat mensen recht hebben op zorg. Mensen denken in rechten. En we moeten veel meer gaan kijken van wat heeft iemand nodig om te kunnen functioneren. En daarmee ga je die verspilling, ga je wat mij betreft, tegen. En dat kan maar één uitvoerend orgaan en dat is de gemeente. Want die zit het dichtst op zijn eigen bewoners. Maar is de kennis hier? De kennis is hier op het ogenblik nog niet volledig. Hè. We zullen daar ook voor moeten samenwerken met andere gemeentes. We zullen ook in gesprek moeten gaan met... zorgverzekeringspartijen en met andere professionals. Maar is de kennis hier om met die zorgverzekeringspartijen in gesprek te gaan en het goed in te schatten? De wat kennis om met iemand in gesprek te gaan, die is er wel, ja. Hoor. Ja, maar om de goede dingen te doen. Ja, nee, dat denk ik wel. Ik denk ook dat de gemeente de handen in moet slaan met andere gemeentes.
Samenwerking. Dus we moeten ook, ja, samenwerking, natuurlijk. Maar er is echt een hoop voordeel te behalen. En ik denk ook echt dat die zorg beter kan worden georganiseerd. Daar ben Meneer ik heilig Wildeboer. Van overtuigd. Meneer Wildeboer, hoe denkt u hierover? Nou, ik denk dat de heer Kuiken er iets te makkelijk over denkt. Hij geeft ook geen concrete voorbeelden hoe dat dan beter kan. Behalve de algemeen decreet minder managers. Dat is gewoon te makkelijk. Ik denk ook dat de gemeente Harlingen helemaal op dit moment er niet aan kan. Maar het is een feit, meneer Wildeboer. Het moet. Dat is punt 1. Nog maar helemaal, in Den Haag zijn ze er nog niet eens uit. Nog grappiger zou het zijn natuurlijk als het kabinet valt, want dan ligt de hele zaak plat. Dus dan gaat het zeker per 1 januari niet door. Er is al veel aandrang op Den Haag om het op zijn minst een jaar uit te stellen. Verder vraag ik me af, is er contact op lokaal niveau met andere zorgaanbieders dan de grote jongens? Er is hier in het noorden is een zorgcoöperatie van heel veel kleine zorgaanbieders. Die zijn buitengewoon bevreesd voor hun toekomst. Mm-hmm. Ja, maar het gaat mijn vraag is, hoe gaan jullie dit nou doen? En ik denk dat die zorg zeer terecht is, want het systeem zoals dat Den Haag nu op de gemeentes neerlegt, leidt tot juist niet dichter bij de mensen, maar verder bij de mensen. Maar meneer Wildeboer, ik stel u de vraag, het is nu nog een voldongen feit, we kunnen hopen op vallen van kabinetten enzovoort, maar het is nu een feit. Wat heeft de Waddenpartij in de aanbieding wat betreft die WMO? Ik denk dat wij niks in de aanbieding hebben. Nou, dat is jammer. Dan ga ik naar de volgende. Nee. Je kunt dit soort moeilijke zaken namelijk niet in je eentje opnemen. U zegt dus, wij gaan het niet doen. Nee, dat kan niet, want als het op je afkomt... Dat zeg ik net tegen u. Nee, want ik denk dat het nog helemaal niet zeker is. Dus er is nog zoveel onbekend. Maar wat de gemeente in ieder geval kan doen, dat is gaan vooruitzien. Dus ga je de stappen nemen. En de stappen, wat ik begrijp, worden niet genomen om te gaan praten met de kleinere zorgaanbieders. Die het inderdaad goedkoper kunnen, die het inderdaad dichter bij de mensen kunnen. Terwijl wat er nu aan het ontwikkelen is, dat is juist grotere organisaties die de zorg gaan doen, zodat het verder van de mensen afkomt. Meneer Zaakse. Nou ja, kijk, dat het richting gemeente gaat, dat is al lang bekend. De vraag is natuurlijk in welke mate en hoe. En als ik dan kijk naar de grote bezuinigingen die wat dat betreft gewoon meekomen, dan zijn die decentralisaties, die worden bij de gemeente gewoon over de schutting gegooid en zoek het verder maar uit. Ja, en je toch blijft mijn vraag, jullie denken daarover na met z'n allen, jullie weten dat het eraan komt, dus hoe gaat u dat nou doen, meneer Zaakse? Nou, wij zullen wel moeten, maar we zullen dat gezamenlijk moeten oppakken. Dus gezamenlijk met wie? Met andere gemeentes. Diezelfde vraag. Diezelfde vraag aan meneer Zaagstra, mevrouw. Ah, meneer Erens, u was er ook nog. Juist. Ja. U vergeet mij steeds. Ja, nou, hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Kun je dat nou maken? Zo'n knappe man. Nou, gaat u even een verhaal? Over die zorg. Er komt 40% minder geld uit Den Haag naar de gemeenten toe. Dat is zeker. Daarom hebben we OPA opgericht, ouderen actief, politiek actief, omdat wij denken dat dit niet klaarkomt. Nee, maar vanavond in de debatten is zelfs de VVD-fractieleider, meneer Zijlstra, niet opkomen dagen, omdat het programma hem niet aanstond. Hij durfde het gesprek, Hij durfde het gesprek niet aan. Nee. Dan ben je een flapdrol. Zo ligt het. Hoppa. Dank u. Nou, dat is nog eens een statement. Juist. Meneer Erens, ik wil... Ik zou je vertellen. In mijn naaste omgeving... Mag ik een vraag stellen? Ja. Wat staat er nou in jullie programma over die WMO? Hoe gaan we dat nou aanpakken met die open? Wij hebben gezegd in ons programma, die WMO, die nu zo in nu functioneert, is goed. Dat weet ik uit ervaring. Ja. Maar zij moeten ditzelfde stramien, diezelfde... kosten die ze nou hebben, moeten ze ook in 2015 gebruik van kunnen maken. Gaat niet gebeuren. Dat is mijn grote probleem. Ja. Maar ik heb iemand... Wakker worden, gaat niet gebeuren. Nee, juist. Dus u moet, juist, daarom staan wij hier. Aha, om dat tegen te gaan. Nou, om dat goed te laten draaien. Want ik heb iemand gesproken van WMO, ja, die werkt daar. U heeft heel wat contact, Ja, mevrouw. Ik informeer. Ja. En ik heb die mevrouw gevraagd, hoe zit het nou? Ben je al op de hoogte wat in 2015 gaat gebeuren? Dan zei die mevrouw tegen mij, meneer, dus, ik weet van niks. Nee, maar geliefde. Ja, de WMO, dat kunnen we helemaal niet aan.
Wij kunnen die zware taken helemaal niet aan. Maar het zal moeten. Het zal moeten. En dat betekent dat we het in zullen moeten kopen. Ja. Inkopen. We zullen het moeten inkopen. En dan? En er hebben geen... Wie gaat dan bepalen waar je en hoe je gaat inkopen? Inderdaad, wij hebben straks geen regie. Net zoals we nu op heel veel zaken ook geen regie hebben, want we hebben al 18, 19 samenwerkingsverbanden. Juist, mevrouw. Geen controle. Wij als GroenLinks willen graag een wethouder of een bestuurlijk adequaat apparaat dat hierop inspelen kan. De problemen zijn nog lang niet bekend wat er allemaal op ons afkomt. Wij moeten mensen hebben die hiermee om kunnen gaan. Kunnen we die niet vinden, hebben we niet genoeg, dan moeten we aansluiten. Wilt u een wethouder zorg? Bijvoorbeeld. GroenLinks wil een wethouder zorg. Of iemand die daar concreet goed kennis van heeft. Okay. En als we maar dat niet aparte wethouder zorg. Nee, en desnoods in het ambtelijk apparaat iemand die daar goed adequaat sturing aan kan geven. En die eventueel kan sturen of bij een andere gemeente die kennis kunnen inhuren of door samenwerkingsverbanden kunnen verkrijgen. Tjepke van der Pol. Ja, dank u wel. Nou, zoals jullie weten, ik ben verpleegkundige al ruim 20 jaar. Ik heb in de Batting ooit hier nog gewerkt als verpleegkundige. Ik heb ooit op de spoedeisende hulp gewerkt. Thans ben ik heel veel werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En ik doe even een voorbeeld dat het wel beter kan. Ik ken een meisje van 13 jaar, het is inmiddels 17 jaar. Die is ooit in aanraking gekomen met de jeugdzorg. En we zijn nu 4 jaar later. En de kwaliteit van leven is niet of nauwelijks verbeterd. Alleen, inmiddels draagt ze wel een plastic tas van ruim 10 kilo aan rapportagemateriaal van allerlei gezondheidsinstellingen die zich tegenaan hebben bemoeid. Plus daarnaast dat ze ook nog een poosje is opgenomen geweest. Dat ene meisje heeft onze samenleving pak een beet ruim 2 ton bekostigd. Okay. En mijn punt is, dat kan beter. En ik zal zeggen hoe dat beter kan. Ik zal zeggen hoe dat beter kan. Kort. Ik vind dat mensen die zorg behoeven, die zijn niet achterlijk. Die weten zelf wel wat hun jongeren of hun ouderen of hun vader of hun moeder zelf aan zorg behoeft. Dus ik zou de PGB's, waar helaas in het verleden heel veel misbruik is van gemaakt, maar ik zou dat systeem absoluut weer willen invoeren, dat mensen die zorg nodig hebben zelf bepalen wat voor zorg en ze krijgen. En dat kan de gemeente Harlingen aan? En als ze dat goed gewoon organiseren, dan zal dat enorm veel efficiëntie met zich meebrengen. Maar dan hoopt u want nu gebeurt het, nu gebeurt het dat grote zorginstelling met de beste instelling, alleen er gaat allerlei politiek gedoe, hoe groter een organisatie, hoe meer politiek gedoe, daar kan je het dus helemaal terugbrengen weer naar de bodem en mensen die zorg behoeven, die daar zelf ook voor laten kiezen. Hendrik Sietema. Deze zorg die op ons afkomt, die is zo verschrikkelijk belangrijk voor de inwoners van onze gemeente. Hier komen we alleen maar met een nieuwe raad eendrachtig mee aan de gang. Er heeft niet één, en ik vind het ook een onderwerp dat een partij hier niet politieke spelletjes mee kan spelen. Hier moeten we gewoon eendrachtig mee aan de gang. En de wethouder die dit krijgt, die krijgt een hoofdpijndossier. En als hij misschien een keer struikelt, dan moeten we hem ophouden in het Fries. En niet naar beneden duwen. Opvangen, ja. Gaan kijken. Ja, ik sta toch wel een beetje van verbazing achterover dat de lokale partijen blijven hier een beetje hangen in het feit van nou ja, het is allemaal schandalig dat dat naar de gemeentes toe gaat en het moet vooral niet. Nou, wen hem eraan, het komt gewoon en wij moeten ook als gemeentelijke partijen erop voorbereid zijn. Dus wij moeten er ook ideeën bij hebben en wij moeten ook ons voorbereiden op die toekomst. En nogmaals, er valt een hoop in te halen. Ik wil ook Tjepke van der Pol nog even ondersteunen in zijn verhaal. Je ziet op dit moment gewoon dat er een enorme verspilling in de zorg is. Dat mensen scootmobielen krijgen waar ze niks aan hebben, hulpmiddelen, alleen omdat ze er recht op hebben. Dat is te gek voor woorden. We als gemeente moeten echt kijken, wat heeft iemand echt nodig om door het dagelijks leven te gaan. En dan kunnen we een hoop verspilling tegengaan. Vries? Nou, ik wil er nog één ding onderscheiden worden van Tjepke, maar ook van Hein Kuiken. Want ik wil er toch nog even mee aanvullen dat heel vaak krijgt dan de VVD of de PvdA de schuld van over de schutting gooien. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was een van de grootste voorstanders van deze decentralisaties. Dus laten we heerlijk wezen, het komt ook bij alle gemeentes weg. Maar staat er iets in jullie programma hoe jullie dat gaan organiseren? Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik kan natuurlijk niet in detail, omdat wij de alle details nog niet weten. Nee, maar wat, wat ik wel tegen Tjepke zei, de stopwatchcultuur, de veiligheidsprotocollen, daar gaat heel veel tijd aan verloren. Ik had vorige keer ook een verhaal van een vrouw die komt uit Sint-Anne-parochie naar Harlingen met een taxi voor €3,50. Nou, zulke dingen kan je gewoon op lokaal niveau echt aanpakken. Dat weet ik gewoon.
Dus dat gaan we, daar kunnen we er sowieso aan doen. We gaan dit onderwerp nog heel vaak behandelen, denk ik. Later in dit jaar en misschien volgend jaar. En misschien als het kabinet valt, gaat het wel weer langer duren voordat het zover is. Ik wens jullie heel veel wijsheid toe wat betreft de WMO. Dat hebben we zeker nodig. Dat denk ik ook. En ik geloof dat iemand hier zei, we moeten het samen doen en op Heine. We zullen van moeten. Want en we moeten de bezuinigingen voor onze rekening nemen en daar maken we wat van. En, ja, want als het ik zou je eraan gaat, herinneren, Zaakstra. Ik zou je eraan herinneren. Ik zou jou eraan herinneren. Nee, zeker. Okay. Maar hier ontkom je niet aan. Wij praten wel eens weer. Ja, zeker. Nou, en nu maar even zitten, meneer Eerts. Ja, gaat u maar even zitten. Oh. Ja, als enige. Nee. Nee, gaan we maar lekker zitten. Nee, gaan we maar even zitten. Want we hebben muziek van Ineke en Karim. Even bijkomen, hoor. Ineke en Karim zingen voor jullie. Wat gaan jullie... wat ga je zingen, Ineke? Ik kom even bij, hoor. Of is je microfoon er al? Cherry. Cherry. Van Amy Winehouse. Cherry. Nou, Ineke en Karim. But already she knows me better than you. She understands me. After 18 years, but you still don't see me like you are. Maybe we could talk about things if you were made of wood and strings. While I love her every sound, I don't know how to turn you down. You're so thick and my patience thin, so I got me a new best friend. I pick up why I put you to shame, and Cherry is a name. And when I'm lonely, Cherry's there, and I play along while I sing out my blues. I could be crying, you don't care, but you still don't see me like you are to do. Maybe we could talk about things if you were made of wood and strings. You might think I've gone too far, so why are you my new guitar? Thank you, Libel. Ineke en Karim. Nou, hè, even weer op adem gekomen. Gaan we weer. Teertje die steekt weer even om, zoals we dat noemen. Teertje heeft de druk. Hoe lang is het geleden, jongens, dat we dat referendum hadden? Vorig jaar dan. 8 maanden. 8 maanden geleden hadden we hier een referendum. En heeft Harlingen gekozen voor zelfstandigheid de komende jaren en voor altijd. Nou heb ik hier op mijn briefje staan. Hoe komen de Galliërs door de tijd? Want jullie hebben 8 maanden geleden besloten, wij gaan zelfstandig verder. De ene wat blijer dan de ander. Maar ik wil nu van jullie weten, wat hebben jullie nou concreet met jullie partijen gedaan en over nagedacht? Hoe wij dat nou gaan redden met z'n allen hier in dat kleine Harlingen. Ik begin met u, meneer Eerens. Dat is een verrassing. Ja, verrassing. Dan zijn we er maar weer af, zeg ik. Nee hoor, dat is een grapje. Het is namelijk zo, er is met een referendum 80% van de Harlingers
hebben voor zichzelf zelfstandigheid gekozen. Mijn vraag aan u is, heeft u erover nagedacht hoe we dat de komende tijd gaan doen? Ja. En? Wij willen als opa, willen wij van de provincie Friesland gemeente Friesland maken. Waarom? Je hebt al die samenwerkingsverbanden. Je hebt als raadslid er niets meer over te zeggen. Nee, maar u heeft... De controle en alles wat erin wordt gebracht, dat wordt alleen maar geregeld door de wethouders. Maar meneer Erens, ja. Er is hier gekozen voor de zelfstandige Harlingen. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Dat zie ik heel moeilijk. Heel moeilijk. Mevrouw Dieter. Of dat wel klaar komt. Ja. Jullie waren niet voor, maar dat is uiteindelijk zelfstandig geworden. Ja. Hebben jullie al nagedacht hoe jullie dat gaan doen? Ja, dat betekent dat wij gewoon in alles samenwerking moeten zoeken. En we doen dat natuurlijk ook al op heel veel gebieden. En ik hoop dat die samenwerkingsverbanden door de anderen bestendigd worden. En dat we mogen blijven meegaan. Misschien dat we op andere gebieden naar grotere samenwerkings kunnen zoeken. Hè, Zuidwest bijvoorbeeld met de WMBO of zeggen. Leeuwarden. Maar. Nee. Waarom niet? Waarom dat wel aan de beurt geweest. Kom op. Ja. Samenwerking. Wij zullen veel moeten samenwerken. Veel samenwerken. Heftiger meneer, dan nu. Meneer Kroon. Ja, wij waren ook tegen. Maar wij, goed, het is gebeurd, hè? Ja. Maar wij zien ook hele grote problemen. Dat de hele gemeente is te klein, hè, voor die problemen. Oh ja, hè. Maar goed, dus vinden wij dat de gemeente zo snel mogelijk goed samenwerking moet zoeken met grote gemeenten. En dat is voor ons Leeuwarden. Want Leeuwarden, grote stad, grote problemen. Maar nou is dat 8 maanden geleden al gebeurd, hè? Er is 8 maanden geleden voor gekozen. Wie van jullie heeft al concreet actie ondernomen? Niemand. Jullie als raad, we moeten hier alles samen, we moeten samen sterk enzovoort. Wat hebben jullie nou gedaan de afgelopen tijd? Dat vraag ik me ook af. Gezegd dat we rustig aan moeten doen. Hebben. Ik wil twee dingen... Hij doet het, ja, hij doet het wel. Ik wil graag twee dingen zeggen. Allereerst vind ik dat we hier in de gemeente Harlingen echt hartstikke trots kunnen zijn dat we überhaupt als bewoners zijnde hier hebben over mee mogen stemmen. De rest van Friesland heeft het niet of nauwelijks kunnen doen. Dus daar, en die lijn willen wij als D66 ook doorzetten. Het tweede, van en nu? Dat is de vraag. Dat was mijn vraag. En nu? Wij moeten gewoon toe naar een compacte groep ambtenaren, generalisten zoals dat dan heet. Die de, gewoon de lopende zaken op kunnen pakken. Wie gaat dat betalen? En, wie gaat dat betalen? Dank u dat u me even laat uitpraten. We moeten toe naar een compacte groep ambtenaren. En als het specialistisch gaat worden, betekent dat we die mensen moeten gaan inhuren. Want anders kunnen wij die dingen niet oppakken. En ik wil daarbij ook zeggen, wij zullen dus als raad en als gemeente veel meer op de opdrachtgeversrol moeten zitten, zodat we daar ook toezicht op kunnen houden. En dat is een concrete, volgens mij een concrete antwoord op uw vraag. Heel concreet. Okay. Saks. Nou, Tjepke was mij voor. Wij hebben ons ook ingezet op de burgers om daarover mee te beslissen. En 80% heeft dat gedaan. Wij willen ook naar een kleinere organisatie toe, maar wel wat we dan noemen lean en mean. Kleinere organisatie, maar meer op kwaliteit gericht. En een heleboel specialisten heb je niet in huis. Die moet je elders inhuren. Maar die zijn er wel. Als je kijkt naar de N31, de ondertunneling, dan werk je ook samen met de provincie. Dan werk je samen met Rijkswaterstaat. Zo kun je met andere gemeentes op velerlei gebieden kun je samenwerken en daardoor meer kwaliteit leveren. Ben ik van overtuigd? Nou, wij respecteren het raadsbesluit wat van zomer geweest is. We waren er niet voor. Maar we moeten de komende jaren maar uitzien wat dat waard is geweest. Ik weet wel wat het ons gekost heeft. We gaan in heel veel samenwerkingsverbanden en we zijn straks als raadsleden in de raad een stel hondjes, wat kan blaffen, wat kan grommen, wat kan keffen. Maar we hebben allemaal een muilkorf om, want we hebben er niks meer over te zeggen. Meneer Sietsma, als u in de coalitie komt, gaat u dan de komende 4 jaar wel vasthouden aan die zelfstandigheid? Of toch stiekem weer nadenken over wat gaan we over een tijdje doen? We zijn die weg van zelfstandigheid nu ingeslagen. En, ja, je hebt gehoord net van... Leie tiden. Ja, welke coalitie? Maar we hebben al de afgelopen 8 maanden zijn we eigenlijk nog niet veel verder vooruit gekomen. Nee, maar mijn vraag is heel concreet. Als u, stel je voor, jullie worden de grootste. Stel je voor, en jullie kunnen coalitie vormen enzovoort. Hoe gaan jullie dan die zelfstandigheid verder invullen? Of gaan jullie dan toch stiekem weer zoeken naar andere mogelijkheden? We hebben een raadsbesluit gehad van het zomer en dan hebben we ons eerst aan het is een nieuwe raad. Ja, nee, maar dan hoef ik... Nee, dat kan niet.
Zelfstandigheid en, is gegarandeerd? En we gaan, als wij in een coalitie komen, dan komen we met andere partijen in, ook in een coalitie die dat misschien niet willen. Dat, nee. Ja. Ik heb daar grote twijfels over of we dan de zelfstandigheid in handen houden, zoals we dat met z'n allen besloten hebben. Hij zegt het nu. Het, maar ze hebben wel eens vaker wat gezegd. Dus ik heb mijn grote twijfels erover. Ik ook. Meneer De Vries. Van Abhaling en Belang reageert, die kijken meestal altijd terug. Wij kijken liever vooruit. Maar even gekoppeld aan het referendum, daar lag ook nog een raadsbesluit onder. En dat gaat namelijk het college opdrachten om te onderzoeken op welke vormen wij moeten samenwerken. Daar is nog geen terugkoppeling op terug geweest. Dus dat is even de volgende. Wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben gezet, wij willen na de verkiezing gewoon een takendiscussie hebben. En takendiscussie is heel makkelijk. Wat kan een gemeente zelf en wat gaan we uitbesteden? Mm-hmm. Nou, die discussie die loopt binnen onze partij. En die moet je na de verkiezing gewoon doortrekken tot in het ambtelijk apparaat. Meneer Wildeboer. Ja, ik denk dat zowel in wat de VVD zegt als wat D66 zegt wel wat zit. Ik denk dat je bij inhuren denkt iedereen altijd aan hele dure consultants en allemaal van dat soort dingen. En dan ben je inderdaad ontzettend veel geld kwijt. Maar ik denk dat je wel degelijk ook... Je kunt dat slim doen. Ook slim inhuren en met een klein ambtenaarapparaat die dat goed in de gaten houdt. Kijk, je vroeg net van de afgelopen 8 maanden. Maar bedoel, Harlingen is volgens mij al bijna 800 jaar zelfstandig. Is die laatste 8 maanden al echt zo belangrijk geweest? Ik denk dat het voorlopig voor de toekomst wel. Business as usual was. En na de verkiezingen... Dan gaan we verder aan het werk. Nou, de Partij van Arbeid Harlingen was in ieder geval blij... Met het raadsbesluit, hè, namelijk dat we zelfstandig blijven. Hè, dat we ook die korte lijnen hebben waar we het voor moeten hebben als gemeenschap. Dat we die in stand laten. We denken ook dat de Harlingen gemeenschap tot veel in staat is. Dus ik ben er hartstikke positief over. Een aantal dingen kunnen we niet alleen, dus daarvoor zullen we moeten samenwerken. Maar al die samenwerkingsverbanden die staan op een rit. Als laatste wil ik nog wel eens zeggen, maak ik me ook wel zorgen over wat partijen straks doen. Hè. De komende huidige raadsperiode, want de nieuwe Westergoo gemeente heeft gezegd, Harlingen kan altijd aansluiten. Dus ik zou wel degelijk kijken... Op wie stem je en wie is voor zelfstandig Harlingen en niet? Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de heer Erens, nou die lijkt, dat lijkt wel toch... heel veel op het D66-verhaal van Tjepke. Maar we kunnen het toch gewoon vragen? Ja, want die willen naar een nog grotere gemeente. Ik heb de heer Kronel horen zeggen van, nou morgen hef ik de gemeente Harlingen op als het moet. Meneer Kuiken. Dus realiseer je dat goed. Bij wie is de zelfstandigheid van de gemeente Harlingen gegarandeerd? Oké. Niet bij het CDA, niet bij GroenLinks en niet bij de ChristenUnie. Het is ook niet gegarandeerd dat het gaat fuseren. Maar dat... Nee, maar ik vraag nu heel duidelijk, bij wie is Harlingen zelfstandig gegarandeerd? Maar mevrouw Scheffer, nou zie ik meneer Van der Pol zijn hand opsteken. Er staat dus in het verkiezingsprogramma dat hij wil komen tot een nog grotere gemeente. Dat Noordwest-Friesland was hem eigenlijk te klein. En nou steekt hij zijn vinger omhoog. Ja, dat klopt. Dat verdient wel enige uitleg, denk ik. Nou, die krijgt u. Hartstikke hierbij. Mooi. Gegarandeerd is omdat nu de bevolking heeft uitgesproken tot een zelfstandige gemeente. En we hebben hier een raadplegend referendum gehad, niet dankzij de PvdA. Trouwens, ja, hebben wij hier meegestemd. Eerlijke verhaal, meneer Van der Pol. Ja, heeft u hem geïnitieerd? Ja. Maar even wacht even. Het eerlijke verhaal is dat hij hem niet geïnitieerd heeft. Dat is het eerlijke verhaal. Dat is iets anders dan meesteunen. Maar waar het om gaat is in deze, van we hebben nu als bevolking hier ons over uitgesproken... En de komende jaren gaan wij hier plat voor. En dat betekent dus dat je nu moet gaan kijken van hoe je het wel gaat organiseren. Daar heb ik net antwoord op gegeven. Bij Tjepke van de Pol van D66 is een zelfstandig Harlingen gegarandeerd. Ja, zolang ik hier zit wel. Dan moet hij zijn eigen verkiezingsprogramma nog maar eens nalezen. Nee, dat is een lange termijn visie, de heer Kuiken. We hebben ons nu uitgestemd. Daarom, als de PvdA op korte termijn dit wil reageren... Dit was korte termijn handelen van jullie, dit dus. Voor ons was dit ook voor de lange termijn. 4 jaar. Ik heb het over de komende 4 jaar. Jongens, we gaan dit afronden. Jullie ook hier weer heel veel wijsheid toe gedicht. Of hoe moet ik dat ook alweer zeggen? Zometeen gaan we het hebben over wie zal dat betalen? Maar eerst Mink en Eelco. Wij gaan spelen de Ranjaman. Ga dan wat scootjes zielen.
Ik denk waarom on hoe had het weer, hoe de skipper on het helm houdt stierst, waarin hij Bob en shirt die hoed zien vleugel stiert. De wienine zeilen als een volle BH, een snor voor de kop, ja ze wollen het haar, meidje maar even voor de volgende slag. Ja, Ranja man, jou ze nog maar hier, want deze street is nog lang net die in Vlaardij. De razende man docht zijn verslag, uw transistor zwaai, slacht hij zijn slag, alright. Klaas is alright. De scoorten ons met de loeken dicht, de volgende tonnen is weer in zicht. Tink om een regel, want het is loefelij. Op het eind maakt hij zijn sier, hoort naar de vrouwen man geleske bier, want hij is de koning voor in hier. Ja, Ranja man, jou ze nog maar hier, want deze street is nog lang net die in Vlaardij. Vlaardij. De razende man docht zijn verslag, uw transistor zwaai, slacht hij zijn slag, alright. Klaas is alright. Yeah. Neptunus doekt uit de diepte wij. Oh ja, mij de varken in zijn hoorn. Bobbe de skip en jou, hij zien zegen wij. Ja, voor de scooten van het Frieske land, Klaas! Hey, Ranja man, jou ze nog maar hier, want deze street is nog lang net die in Vlaardij. Vlaardij. De razende man docht zien verslag, uw transistor zwaai, slag hij zien slag, alright. Klaas is alright. Nou. Ranja man, jou ze nog maar in, want deze street is nog lang net dien voor huis. Voor huis. De razende vrouw doet haar verslag, uw transistor zwaai, Jerk hakelaar, alright. Simontje is alright. Simone is alright. Applaus voor Simone Scheffer voor het debat van Joene. Nou, fantastisch. Minke, dank u wel. Nou, ik kan langzaam mooi net zingen. Ik kan zo langzaam mooi niet zingen, maar ga maar weer staan. Want wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? Want we hebben een heleboel dingen hier besproken over wat er allemaal heel belangrijk is voor de stad. De sport, de cultuur, de kunst. We willen van alles, de zorg, enzovoort. Hoe gaan wij dit nou allemaal financieel onderbouwd goed doen, meneer De Vries, rekenaar van de VVD? Ja, nou, dat is inderdaad zo. Ja. Nou, dat is best wel zorgelijk. Bezuinigingen vind ik niet, per definitie niet het uitgangspunt. Je moet gewoon zorgen dat je een sluitende begroting hebt. En het gevolg van daarvan kan zijn dat je dus moet bezuinigen. Dus dat is wel even de omdraai. Ja. Dan hebben wij in de laatste raadsvergadering hebben wij ook als VVD een vraag erover gesteld. Van ja, wat heeft het nu allemaal betekend wat we de laatste maanden allemaal wel niet hebben uitgegeven? Zowel structureel als eenmalig. Nou ja, dan kom je toch tot de conclusie dat wij voor 2015 al 5 ton tekort hebben, oplopend naar 8. Dus daar zal ergens natuurlijk een dekking voor gezocht moeten worden, want zo noem ik het dan maar. Nou, en waar gaan jullie die dekking zoeken? Nou, je kijkt eerst eens even naar het ambtelijk apparaat. Krachtig en efficiënt, daar kan je natuurlijk sowieso al die winsten uithalen. Ja. Maar je hoeft niet altijd te bezuinigen, je kan ook bijvoorbeeld inkomsten genereren. We hebben natuurlijk een haven waar mensen binnenkomen lopen, waarbij lichtgeld moet worden gehaald. De inning kan natuurlijk beter. Op dat soort niveaus kan je natuurlijk een redelijke sluitende begroting proberen te kunnen maken. Ik zeg wel, het is natuurlijk altijd de houdbaarheid. Maar waar gaan jullie nou zeker niet op bezuinigen? Nou, op de transitie niet.
Daar is al een bezuinigingsslag vanuit de overheid overheen geweest. En we hebben ook duidelijk in het programma neergezet. Dat is iets, daar gaan we niet op bezuinigen. Er zal bezuinigd moeten worden. Toch, meneer Wildeboer? Dat weet ik niet. Je kunt ook omdraaien. Je kunt ook je inkomen verhogen natuurlijk. Nou, hoe gaat u dat dan doen? Bijvoorbeeld, je kunt, we hadden straks over het toerisme en de werkgelegenheid. Je moet niet kijken naar iedere keer één enkel onderdeeltje van het gehele plaatje dat je eruit gaat liggen. Dan ga je zeggen, ik ga op de biep bezuinigen, ik ga op het zwembad bezuinigen. Je moet een totaal plaatje maken voor wat je met je stad wilt, waar je heen wilt met je stad. En als je dan allerlei dingen gaat afknijpen, dan word je niet aantrekkelijker voor het toerisme. Nee, het maar toerisme... Ja, je wil ook geen tekort. Nou, dat wil meneer Wildeboer wel. Nou, dat mag meneer Wildeboer zelf even uitspreken, meneer De Vries. Ja, u vindt dat niet erg? Ik vind een tekort op korte termijn helemaal niet erg. Het is... Het grappige is dat vorige week had Arnon Grunberg een column in de Volkskrant waarin hij vertelde dat Keynesiaanse politiek al duizenden jaren oud is. Hij haalde toen Jozef uit de Bijbel aan. In de 7 vette jaren moet je geld sparen en dat moet je in de 7 magere jaren moet je dat uitgeven. Deze regering en ook de vorige, die doet dat precies andersom. Oh, ja. Maar even om het concreet te maken, van we moeten zelf meer geld genereren, maar dat het tekort oploopt naar 8 ton, niet erg. 8 ton. Doen we nog eens een keer een tal chips hierheen, 2016. Als ik het goed begrepen heb, maar daar weten wij allen hier in Harlingen niks van, want die vergaderingen vinden steeds in het geheim plaats, worden er enorme verliezen op de haven geleden. Ik dacht zoveel zelfs dat dat tekort van meneer De Vries van 8 ton meteen weg is als je daarmee stopt. Dus je kunt wel degelijk bezuinigen. Wie wil erop reageren? En in ieder geval zou het goed zijn als iedereen er vanaf zou eten. Daar wil ik wel even op reageren. Ik wil er wel iets op zeggen. We hebben ons met elkaar ingezet om in ieder geval de belastingen voor de burgers hier zo laag mogelijk te houden. Mm-hmm. We hebben ons ingespannen, nogmaals in grote getalen, om het op 1,5% voor de inflatiecorrectie te houden. Daarmee is Harlingen een van de gemeentes die de laagste lasten heeft. Wij proberen alle voorzieningen in stand te houden. Dus dan moet je inderdaad ook kijken naar wat er op je afkomt. Dus je zult op een hogere schaal de inkomsten en de uitgaven met elkaar weer in evenwicht moeten brengen. Ja, maar hoe dan? Nou, de haven is een van die punten die onder de loep moet worden genomen. Daar is al een onderzoek gaande en die haven is verliesgevend. Dus dat kan zo niet doorgaan. Dat kan niet op rekening van de burgers. Nou, die inkomsten uit de haven, die moeten omhoog. Ja, maar hoe gaat u dat dan doen, meneer Nou, dat is een kwestie van de tarieven aanpassen. Oh. Ja, wat de voorzieningen betreft... En dan komt er ook meer binnen? Ja, zeker. In die haven? Ja, zeker. Dan gaan ze Harlingen niet voorbij? Nee, dat valt wel mee. Want ze hebben in het verleden lage tarieven berekend gekregen. En dat is gekomen door EVT-ontwikkelingen erop. Oké, meneer De Vries. Even iets aanvullend erop, want... De heer Wildeboer zegt dat het allemaal geheim was, maar we hebben gewoon een kostenbatenanalyse laten maken van de havens. Daar is uit gebleken dat de industriehaven gewoon winst maakt en dat we op andere havens verlies leiden. Even aangeven waarom we nou verlies leiden. Dat heeft ook alles te maken dat we enorm veel kosten kwijt zijn aan slip, baggeren. Er liggen nu altijd afspraken, of er zijn nu onderhandelingen met de provincie, om te zeggen Waterstaat, ik weet niet wie het is. Jongens, ga delen in die kosten, want ook jullie zijn verantwoordelijk voor ontslip in de haven. Dus daar is natuurlijk sowieso een kostenpost te winnen op de rentabiliteit van de haven. Oké, en dat is reëel? Dat is reëel. Heel reëel. Kuiken. Wat De Vries zegt is terecht. Hè. De industriehaven is gewoon winstgevend. Andere havens, daar moeten we op toeleggen. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de binnenhavens die we hier hebben. Ik denk ook niet dat je daar verder op moet bezuinigen. Ik denk ook niet dat je moet bezuinigen op de mensen met de smalste beurs. Hè. Dus niet op minimabeleid, sociaal beleid. Ook niet op zorg. Waar ik denk waar je wel geld in kunt halen, en dat zijn een aantal posten bij elkaar. Ik constateer bijvoorbeeld nog steeds dat de gemeente Harlingen een hele hoop inkoopt en die doet dat zelf. En ik denk ook met inkoop kun je ook de handen ineens slaan met andere gemeenten, zodat je daar voordeel kunt verwezenlijken. Verder vind ik dat wij als gemeentelijke organisatie ook die verspilling eruit moeten drukken. Dus wij zullen ook meer moeten gaan doen met minder geld. En dat geldt ook voor partners waar wij zaken mee doen. En dan denk ik dat wij wel komen tot een sluitende meerjarenbegroting, want ik ben het ook met De Vries eens. Wat de heer Wildeboer wil van Wannenpartij, dat is echt niet normaal. Dat is niet solidair met volgende generaties. Dat je nu tekorten maakt, zodat de toekomst daarvoor op moet draaien. Dat moet echt niet. Tjepke van der Pol. Ja, D66 is ook voor een sluitende begroting. Alleen, er moet wel bezuinigd worden. Waarop? Ik heb het al gezegd. We moeten naar een compacte organisatie toe.
In de navolging ook al van wat de heer De Vries zegt, sowieso die haven op die manier aanvliegen maar in combinatie met de provincie. Maar ik zal even terug naar die compacte organisatie om een heel concreet voorbeeld. Het ambtenarenapparaat in Harlingen moet ingekrompen. Ik vind het bijvoorbeeld, om het nou maar heel praktisch te houden. Waarom moet een rijbewijs of een paspoort, waarom moet het uitgegeven worden door iemand vanuit het gemeentehuis? Waarom zou dat niet bij wijze van spreken bij de Bruna kunnen? En daar kan je dan, daar zijn allemaal middelen, die hebben allemaal dingen hebben ze geborgd. En dan kan je wel een aantal ambtenaren, heb je dan minder nodig en dan kan je op besparen. En het mooie is, die mensen die zijn ook nog de hele dag bereikbaar. Nou, hartstikke leuk. Dan kun je straks ook je kind aangeven bij de Bruna. Veiligheid en of de Rode Ploeg wil het ook wel doen, zie ik hier in de zaal zitten. Prima. GroenLinks wil wel, wij moeten meer centjes binnen zien te krijgen, dat kan via de OZB. Die moet volgens ons, is het een gemiste kans dat we die nou nog niet omhoog gedaan hebben, maar als we die gelijkmatig wat omhoog laten gaan, dragen de breedste schouders ook de grootste lasten. Okay. Ten tweede vinden wij ook dat de gemeente moet niet zoveel derden inhuren. Voor meer dan 1 miljoen. Nou, dat wordt nog een heel probleem, meneer Kroon, als die WMO hier komt. Want ik hoor net dat je dat allemaal gaat inkopen. Ja, maar er zijn een heleboel andere bureaus die dat... Goedkoper. Nee, niet goedkoper. WMO hoeft voor mij niet goedkoper. Maar op andere vlakken Dingen wel. Oké, dat soort dingen. Mevrouw Liefding. De derde is dat de gemeente moet zich niet meer gaan storten in enorme projecten die ze zelf niet overzien kan. En dat bedoel ik mede ook het cruise... havenavontuur, waar we het eind helemaal niet van weten wat 4 miljoen kost en wat al veel goedkoper zou zekerder weten wat je dingen die je gaat doen precies, opleveren. Precies, een goede visie. Mevrouw Liefding. Waar wij op tenminste reëel kansen zien om te bestuinigen, dat is door de huidige wethouders lekker te laten zitten. Ja. Zo. Nou, dat vind ik nou een leuke overgang. Want, het was niet bedoeld als overgang. U vroeg aan mij, wat staat in jullie verkiezingsprogramma omtrent de bezuinigingen? Nou, wij denken dat... Anders moet je ze weer 2 jaar, 4 jaar op wachtgeld zetten. Het is geen bezuiniging, het is een besparing. Het is een besparing. Dat is geen bezuiniging. Nee. Oké, maar dan gaan we het even over wethouders hebben. Wie van jullie wil wethouder worden? Handen omhoog. Alleen meneer De Vries. Je vraag is gesteld bij de radio, staat Harlingen het radiodebat. Dus toen heb ik ja geantwoord, dan moet ik dan ook ja antwoorden. Ja, toen jij zei ik wil wethouder worden, toen heb je vinger opgestoken. Als jij kan, kan ik het ook. Ja, zo is het. Meneer Kuiken. Dat heb je ook gezegd. Ja. Hein Kuiken. Ja, wethouder, echt verantwoordelijkheid dragen voor deze stad, waar je zo van houdt. Ja, nou dat lijkt me misschien op langere termijn wel iets moois. En misschien komt het dit keer ook wel aan de orde. Maar het is niet een brandende ambitie. Dus ik vind het ook moeilijk om dat te beantwoorden. Ik heb wel andere berichten gehoord. Ja. Voorlopig zult hij toch echt moeten doen wat ik zeg. En ik sluit het ook niet uit dat het ooit gebeurt. Maar stel je voor, het komt nu op je pad. Nou, dan wil ik daar wel over nadenken. Maar, daar lig je slechts niet van te dromen. Nee, ik vind het een hele verkeerde discussie. Het gaat namelijk niet om de poppetjes die daar zitten. Ja, het gaat wel ook om de poppetjes. Waar ik kom te zitten is wel het minst belangrijk in die hele discussie. Nou, maar misschien heeft hij Kuiken... Nee, ik stel de vragen omdat ik graag wil weten. Ja. Wie wil hier de verantwoordelijkheid dragen om alles wat jullie hier nu op dit podium vertellen van wat voor mooie plannen jullie hebben, ik loop daar om dat zeker ten niet voor uitvoer weg. Te brengen? Ja. Wil Hein Kuiken het als wethouder ten uitvoer brengen? Dat is mijn vraag. Daar loop ik niet voor weg als die vraag komt. Het is natuurlijk niet alleen een kwestie. Het is niet alleen een kwestie of je verantwoordelijkheid wilt dragen of nemen. Je moet het ook nog kunnen en niet iedereen kan wethouder zijn. Nee. Ik vraag alleen aan iedereen van u persoonlijk of u dat wil. U wilt het niet? Ja, maar u stelt van of je bereid bent de verantwoordelijkheid te nemen. Alsof als je dat dus niet doet, want ik ben niet geschikt als wethouder. Dat lijkt het net alsof ik geen verantwoordelijkheid wil nemen. Zo ligt het niet. Maar er is nog even ik wil graag één punt die ik graag aan de orde wil brengen. Ik vind het heel frappant voor mensen die nummer 1 als volksvertegenwoordiger hier staan voor hun politieke partij. En mensen kiezen straks met een volle verstand als volksvertegenwoordiger op degene die hier staat. En vervolgens ga je in één keer wethouder worden. Ik vind dat gewoon heel bijzonder. Als jij wethouder wil worden, en die ambitie mag je best uitspreken en er vol voor gaan. Ik vind het mooi, want het lijkt mij een verdomd moeilijk vak. Ik zal het niet worden, voor alle duidelijkheid. Maar dan vind ik eigenlijk het zuiverder dat je als lijstduwer of zo op de lijst gaat. Maar je gaat niet
op lijst 1 staan, op nummer 1. Want mensen kiezen straks voor jou als volksvertegenwoordiger en niet als wethouder. Nou, dat zijn meneer De Vries, dan breng ik, want er is één die stak echt duidelijk zijn vinger op. Meneer De Vries. Nou, ik zal je eerlijk vertellen, ik draag natuurlijk de ideologie van de VVD uit en ook het verkiezingsprogramma van de VVD uit. Het bestuur heeft mij op nummer 1 gezet. Ja. Maar natuurlijk heb ik een ambitie. Stel, want je wordt wethouder als je natuurlijk een regeringsverantwoord of een coalitieverantwoordelijkheid krijgt. Ja. Dan is het toch het mooiste dat je je eigen verkiezingsprogramma samen met een andere partij kan uitdragen. Ja, dus dat is zo simpel het verhaal. Ja, dan gaat het mis. Want als u straks wethouder wordt, wordt u wethouder van de hele raad. Niet alleen wethouder van de VVD. Dus gaat iets echt wezenlijks mis. Volgens mij moet je even goed luisteren wat ik zei. Want dat deed je niet. Want ik zei de coalitie. En daar draag je deelden van je eigen verkiezingsprogramma uit. Het is toch hetzelfde zo. Mark Rutte is nummer 1 als lijsttrekker. En hij wordt minister-president. Dat is precies dezelfde vergelijking. We leven hier in een duaal systeem. Oude politiek. Nou, dat is hetzelfde we duaal. Leven hier in duaal. Nou, oude politiek. Ja, bizar. Misschien mag ik er iets over zeggen. Er komen ontzettend veel zaken op deze gemeente af. En wij gaan dan ook voor professionele, ervaren bestuurders die bewezen hebben dat ze met dat bijltje kunnen hakken. Aha, en dat brengt mij nou ook bij de volgende vraag. Moeten ze van buiten komen of moeten ze van binnen komen? Moeten het Harlingers zijn? Moeten ze in Harlingen gaan wonen als ze van buiten komen? Gelijk, moeten ze daar wil ik graag direct op reageren. We hebben in de coalitie destijds, en hier zitten een paar van de coalitie. Welke coalitie? De eerste 2 jaar? Met frisse wind? Hebben wij bewust gekozen voor een sollicitatieprocedure. En daar zijn goede wethouders uitgekomen. Die zijn van buiten aangetrokken. Maar die hebben we wel als voorwaarde meegegeven dat ze hier in Harlingen moeten wonen. En daar hebben ze zich aan gehouden. En dat hebben ze gedaan. En voor alle duidelijkheid, er mochten ook gewoon mensen solliciteren van binnen de gemeente Harlingen. We hebben echt niet expres alleen maar van mensen buiten de gemeente Harlingen gekregen. Okay. En wat wel heel uniek is, vind ik, voor de gemeente Harlingen, is dat wij alle partijen toendertijds hebben uitgenodigd om gewoon mee te doen in die procedure. Want ik wil gewoon, hoe je linksom of rechtsom, ik heb straks andere partijen nodig om een coalitie te vormen. Ja, en dat brengt mij weer op coalitievorming of koersdocument. Mooi voor de Scrabble. Ik heb jullie nu een aantal keren horen zeggen over een aantal dingen die hier in deze stad moeten gaan gebeuren. En die heel zwaar en moeilijk en veel geld gaan kosten. En heel veel verantwoordelijkheid gaan kosten. Gaan we straks lekker formeren of gaan we weer zorgen met een zo breed mogelijk platform deze gemeente de toekomst in te loodsen? Wat gaan we doen? Ja, kan je beter de onderaan vragen? Ja. Nee, ik vraag het jullie nu, want nu weten jullie nog niks. Ik wil wel even wat een antwoord erop geven. Nou, meneer Kroon. Dat hangt inderdaad van woensdag af, donderdag en vrijdag. Maar wij gaan als GroenLinks inderdaad voor een koersdocument. Wat ik voorzie hier in Harlingen weer dat we met z'n negenen weer een hele verdeeldheid krijgen. En dat wordt in de raad weer net zo ratje toe als in het begin. Moeten we niet hebben. We kunnen beter met elkaar wat goeds maken en dat tot een eind brengen. Koersdocument. Coalitie. 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 Stabiele partijen en niet die versplintering weer. Daar ben ik wel klaar mee. Geen koersdocument. Ik denk ook niet dat dat bijdraagt aan de stabiliteit van Harlingen. Ik gun iedereen zijn succes. Coalitie. Ik hoop dat het wat stabieler wordt. Ja, coalitie. Dus dan gaan we lekker. Meneer Kroon. En Marg Liefding, wat zeggen jullie? Koersdocument. Koersdocument. Ja. Nou, dat wordt nog een hele toestand. En die coalitie, ja, dat wordt heel moeilijk. Die coalitievorming, denk ik. Voor alle duidelijkheid, we hebben de laatste jaren hebben we het ook met een koersdocument gedaan. Dat is uitstekend gegaan. Dus ik heb zoiets van, het is afhankelijk van hoe er gestemd wordt. En ik sluit coalitie of koersdocument niet uit. En gaat het dan onder leiding van deze meneer? Of gaan we kiezen voor een andere burgemeester? Timing. Wij gaan een officiële sollicitatieprocedure in, omdat Harlingen voor zelfstandigheid heeft gekozen. Dus en hij kan schrijven. En ik heb begrepen dat de heer Sluiter graag wil meedoen. Dus hij is wat dat betreft welkom. Ja, en van jullie partijen hebben jullie lijsten samengesteld? Iedereen die verkiesbaar is, komt ook in de raad? Mooi, dan is dat hopen bij deze. We. Daar gaan jullie wel van uit. Oké, dan hebben we dat bij deze nu vastgesteld. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken voor deze misschien iets wat rommelige, omdat we ook met z'n negenen zijn en het heen en weer flitsen van alles. Hoe lang hebben we nog? Hoe lang hebben we nog? 5 minuten. Nog 2 minuten. Oké, jullie mochten aan het begin.
zeggen, een minuut vertellen wat jullie wilden. Nu, in één zin. Waarom opa? Stem niet op partijen, maar op mensen die betrouwbaar zijn. Marga Liefting, ChristenUnie. Omdat we 4 jaar lang constructief zijn geweest. Wim Kroon, GroenLinks. Voor iedereen zijn we groen en links. Tjepke van der Pol. Ja, ik ja. Je gaat alweer, hè? En met D66 in ieder geval ga je vooruit. Laten we het houden. Wij hebben ons altijd constructief opgesteld in het belang van Harlingen en daar gaan we mee door. Kies voor stabiliteit en we gaan de verantwoording niet uit de weg. Ophouden met chanteren en vooruitkijken. Meneer Wildervoort. Kritisch, creatief en vasthoudend. Henk Uyken. Ja, inderdaad. Vooruitkijken, schouders eronder. En we kunnen er wat moois van maken met z'n allen. En waar het kan samen, met z'n allen, gaat dat jullie lukken? Ja. Het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud. Ik wou jullie hartelijk danken voor deze discussieavond. Ik zei het al, het was misschien een beetje rommelig, omdat we ook met heel veel zijn en iedereen wel wat wil zeggen. Nou, ik heb mijn best gedaan. Ik denk deze lijsttrekkers ook allemaal ontzettend hun best gedaan hebben. De muzikanten hebben hun best gedaan. En nu is het woord aan de man. Heeft u al een brief geschreven, meneer Sluiter? Is de sollicitatieprocedure al geopend? Die procedures hebben we nog niet geopend. En dat is ook niet aan mij om daar nu over te gaan. Daar gaat het ook nu, denk ik, niet om. Even. Nee, dus, even chanteren. Dat is echt niet belangrijk. Ik wil even aansluiten bij wat u net zei. En ook deze lijsttrekkers hartelijk bedanken. Het is een beetje de toon geworden dat politici heel snel beschimd worden van alles, de schuld krijgen. Ze doen er niet toe of ze leggen het niet goed uit of ze doen niet wat iedereen graag wil. Deze mensen hebben wel allemaal de verantwoordelijkheid genomen. En die staan hier nu wel en die zijn met elkaar in debat gegaan. En dat doen ze allemaal uit het gevoel van verantwoordelijkheid voor deze gemeente. Uit het hart. Ja, uit het hart, maar ook uit hun verstand. Dus ik denk dat, want dat miste ik net even, ik denk dat een applaus voor deze mensen eigenlijk wel op hun plaats is. Ik ging net even te snel over naar mijn vraag over de sollicitatie. Inderdaad, een groot applaus voor deze heren en dames. En nu geef ik de microfoon aan u, meneer Sluiter, want het is het einde van deze avond. We hebben straks nog wel muziek, maar u krijgt het slotwoord. Ik geef de microfoon, hij is een beetje zweterig, van angst. Van angst, dan weet ik niet waarvoor de angst is. Maar nou, het slotwoord is wel duidelijk waar het over moet gaan. Het was het eerste grote plakkaat wat hier ook door een aantal van de lijsttrekkers werd voorgehouden. Ga stemmen. En u zult het allemaal wel doen. Ik vind het trouwens wel een heel mooi teken dat u met zoveel bent gekomen. We hebben hier 8 maanden geleden ook gezeten. Het laatste debat voor het referendum. Ik heb het idee dat het nu drukker is. Ik hoop dat de opkomst ook beduidend hoger zal zijn nog dan toen bij het referendum. Het is wel de basis van onze democratie natuurlijk en de basis van het feit dat we hier zo met elkaar kunnen praten en ook van mening kunnen verschillen. En dat is goed, want dat betekent dat er voor u als kiezer straks wat te kiezen is ook. En dat je op verschillen en dat je je voorkeur tot uitdrukking kunt brengen. En dat kan alleen maar als veel burgers zich betrokken voelen en in ieder geval gaan stemmen. Dus gaat u zult het allemaal vast doen, want anders zat u hier niet. Maar ook alle mensen die thuis nu zitten te luisteren. En vertelt u het ook nog op die verjaardagen die u misschien nog hebt, of als u morgen bij de bakker of de slager staat. Ga stemmen. Ga in godsnaam allemaal stemmen. En laten we zorgen dat Harlingen zich bijvoorbeeld zou onderscheiden door een toch uitzonderlijk hoog stemmen. Of aantal opgekomen kiezers in deze hele regio. Dat zou toch echt heel erg mooi zijn. Dus die oproep wilde ik graag doen. En ik wil ook aan al die partijen hier een oproep doen. Want ik las net vanochtend vroeg van een niet nader te noemen partij en in een niet nader te noemen stad, waar die partij flink gewonnen had, een aantal tips. En er was 1 tip. Ga tot het laatste moment door met campagne voeren. Die laatste stemmen die doen er echt toe. En er blijven tot het laatste moment blijven er mensen die blijven thuis zitten en die denken van nou ja, ik heb niet zoveel zin of zo, of het is toch nog niet doorgedrongen. En op het laatst van de dag, de woensdag, dus tot en met de woensdagmiddag doorgaan met mensen onder de aandacht brengen dat ze gaan stemmen. En dat doet u allemaal dan met uw eigen partij in de achtergrond, maar als u het allemaal doet, dan levert dat de maximale opkomst op. En nou stop ik met praten, want dit is al wel duidelijk. Dank u wel, meneer Sluiter, de burgemeester van Harlingen.
En daarmee zijn we aan het eind van deze debatavond op Radio Stad Harlingen en hier in Trebol. Ik vond het erg leuk om even van gedachten te wisselen. Ik hoop dat jullie ook een leuke avond hebben gehad. We hebben zometeen nog muziek. Deze uitzending wordt morgen herhaald tussen 3 en 5 uur op Radio Stad Harlingen. En u kunt ook de uitslag van de verkiezingen nog voorspellen. Dat kan op harlingenboeit.nl. En Radio Stad Harlingen zendt ook komende woensdagavond tussen 7 en 12 uur nog uit met een hele verkiezingsuitzending. Nou, ik ben benieuwd of de eindtune loopt. Ik zeg Hein Kuiken, Wim Wildeboer, Gerrit-Jan de Vries, Hendrik Sietsma, Jappie Saakstra, Tjepke van der Pol, Wim Kroon, Marga Liefting en Johan Erens. Maak uw keuze op woensdag. En zoals Roel Sluiter zegt, geef het door. Geef het door. Dank u wel. En Simone Scheffer. U heeft kunnen luisteren naar een slotdebat vanuit Trebol in Harlingen, naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande. De presentatie was in handen van Simone Scheffer met assistentie van Henk-Jan Cornelissen en Doerde van der Hoek. De techniek was in handen van Kikvisser en Luc Prevo. De zaalversterking was van Vogelaar Audio Harlingen. Coördinatie Jitse de Vries. Deze uitzending wordt morgen herhaald van 's middags 3 tot 5 uur. Woensdag 19 maart is RSH Politiek ook weer in de lucht. Vanaf 's avonds 7 uur gaan Henk-Jan Cornelissen en Doerde van der Hoek langs de stembureaus in de gemeente Harlingen. Techniek in de studio Jitse de Vries. Vanaf 's avonds 9 uur zijn beide heren aanwezig in de raadzaal van het stadhuis aan de Noorderhaven. Wat ons betreft graag tot woensdagavond.